De politie ontmantelt per jaar bijna 6000 hennepkwekerijen. Veel van deze hennepkwekerijen bevinden zich in woningen, op zolder en slaapkamers, in schuren of kruipruimtes. Elk jaar wordt bij 4500 ontmantelde kwekerijen een gevaarlijke situatie aangetroffen. En veroorzaken hennepkwekerijen ten minste 65 woningbranden? De onderzoeksraad vindt dit zorgwekkend en onderzocht. Welke fysieke veiligheidsrisico's zijn er voor omwonenden van hennepkwekerijen? Welke maatregelen worden op dit moment genomen om die omgevingsrisico's te beheersen? Welke handelingsperspectieven zijn er? Om fysieke veiligheidsrisico's van hennepkwekerijen voor omwonenden te voorkomen of te beperken. Voor de bedrijfsmatige teelt van hennep wordt veel apparatuur gebruikt. Woningen zijn hier niet voor ontworpen en daarom ongeschikt. Om hennepteelt mogelijk te maken moet veel worden aangepast. De mogelijke gevolgen van het onkundig uitvoeren van deze aanpassingen zijn brand instorting en de aantasting van de gezondheid van omwonenden. Kweeklampen, airconditioning en ventilatie gebruiken veel energie. Om te kunnen voldoen aan deze energiebehoefte worden elektrische installaties aangelegd of aangepast. Vaak gebeurt dit niet op een veilige manier en wordt er illegaal stroom afgetapt. Als gevolg hiervan kan door overbelasting of kortsluiting brand ontstaan. Voor de aanleg van hennepkwekerijen worden vaak bouwkundige aanpassingen aan de woning gedaan. Als gevolg van bijvoorbeeld het uitgraven van kruipruimtes kan de draagconstructie van een woning dermate worden aangetast dat er instortingsgevaar ontstaat voor zowel de betreffende woning als de naastgelegen woningen. Hennepteelt vindt plaats onder vochtige en warme condities, waarbij onder andere de temperatuur, de luchtvochtigheid de hoeveelheid kooldioxide in de lucht en het gebruik van pesticiden geregeld en beheerst moeten worden. Waterlekkages, vervuiling van waterleidingen, vergiftiging door hoge concentraties gassen en pesticiden en toename van schimmels en bacteriën kunnen de gezondheid van omwonenden aantasten. De onderzoeksraad constateert dat er ernstige fysieke veiligheidsrisico's zijn voor omwonenden van hennepkwekerijen. En vindt dit onaanvaardbaar. Omdat hennepteelt illegaal is, verwachten veel publieke en private partijen dat politie en justitie als enige verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van hennepkwekerijen. Maar de zorg voor omgevingsveiligheid is geen primaire taak voor de politie. Het zijn juist publieke en private partijen, zoals netbeheerders, woningeigenaren en burgemeesters, die actie moeten ondernemen om onveilige situaties rondom woningen te beheersen. Dit vraagt om een andere manier van denken, waarbij niet de illegaliteit, maar de veiligheid in de woonomgeving centraal staat bij betrokken partijen. Jaarlijks wordt voor bijna 200 miljoen euro illegaal stroom afgetapt. Netbeheerders kunnen proactief manipulatie van het elektriciteitsnet en energiediefstal op woningniveau opsporen daar actief tegen optreden en daardoor zorgen voor meer omgevingsveiligheid. Woningeigenaren, waaronder woningcorporaties en private verhuurders, kunnen bedrijven en personen die voor hen werkzaamheden uitvoeren, zoals huismeesters en onderhoudsmonteurs, vragen om wanneer zij afwijkende zaken bij de woning waarnemen, deze te melden. De burgemeester kan als centrale regisseur de brandweer, netbeheerders en gemeentelijke toezichthouders aansporen of aansturen preventieve controles uit te voeren om onveilige situaties in woningen eerder op te lossen. Ten slotte moeten ook omwonenden als direct belanghebbenden zich bewuster worden van de risico's van hennepkwekerijen in woningen. Door signalen van mogelijke hennepkwekerijen te melden, kunnen ernstige gevolgen zoals brand voorkomen worden. De Raad constateert een structureel veiligheidstekort in de woonomgeving en acht het noodzakelijk dat partijen hun verantwoordelijkheid nemen en gerichter samenwerken om onveiligheid in de woonomgeving veroorzaakt door illegale hennepteelt te voorkomen. De Raad doet daarom de volgende aanbevelingen. Aan Netbeheer Nederland: maak op korte termijn onveiligheid door manipulatie van het elektriciteitsnet op woningniveau. Direct meetbaar. Spoor onveiligheid proactief op en treed op tegen de veroorzakers. Aan burgemeesters, breng alle relevante partijen samen en zorg dat zij onder regie van lokaal bestuur hen op gerelateerde onveiligheid preventief opsporen en wegnemen.